8 tot en met 14 april. Welkom bij deze weekboodschap. We gaan kijken wat er naar voren mag komen voor deze komende week. En we gaan beginnen met de tea leaves. En zoals altijd, neem alleen datgene mee wat resoneert. Laat de rest los of laat het voor iemand anders bij wie het wel resoneert. We gaan meteen kijken wat er naar voren is gekomen. Als eerste kaart hebben we een bag, een zak. Iets belangrijks zoals een nieuwe baan of een promotie op het werk. Kan er voor sommigen in zitten. De komende week, die 8 april. En 8 april is tevens de datum dat we ook een zonsverduistering hebben. En de nieuwe maan een ram. Dus hele sterke energie. En ik heb het gevoel dat voor sommigen van jullie grote veranderingen gaan plaatsvinden rondom die 8 april. Universum, wat mogen wij nog meer ontvangen? En ik zal ook nog een reading doen voor 8 april. Universum, wat is de boodschap voor deze komende week, 814 april? Wat mogen wij verwachten als groot collectief? Wat mag er naar voren komen? Een jongere man. Je kunt te maken krijgen of hebben of een relatie hebben met een jongere man. Dus die jongere man kan ook iets te maken hebben met een nieuwe baan of een promotie. Het kan ook iemand zijn die, een vriendschap, iemand die, waar je een relatie mee hebt op liefdesgebied. Er gaat in ieder geval de komende week een ketting aan gebeurtenissen plaatsvinden die een effect zullen hebben op je leven. Een aantal gebeurtenissen die na elkaar zich opvolgen. Een boot. Geld of eigendom door een erfenis, een gewin. Of een geluk, een soort van geluk, geld ontvangen. En de kaart succes. Ja, dat kan dus succes zijn op werkgebied of op financieel gebied. Universum, wat mogen wij nog meer ontvangen? Onder op het dek, na het voorschudden op de energie voor de komende week, ligt hier de gebroken ring. Een scheiding van wegen. Op romantisch gebied of zakelijk? Universum, wat moet je nog meer ontvangen? De draak. Ben je bewust van illusies die je zelf misschien maakt? Hou jezelf niet voor de gek? Mogen we nog meer ontvangen? Wat mogen wij nog meer ontvangen voor deze komende week? 8 tot en met 14 april, universum. De komende week, 8 tot en met 14 april, voor het grote collectief. Wat zijn de boodschappen die er naar voren mogen komen? Wat is de energie? Twee kaarten nog alstublieft. Voor de komende week, 8 tot en met 14 april. En het duurt af en toe even. Wat is de boodschap? Dat zijn er veel te veel. Wat is de boodschap, universum, voor de komende week? Nog twee kaarten. Wat mogen wij verwachten? De joke. Je voelt je vastzitten. Wat frustratie. Het gevoel hebben je niet te kunnen bevrijden uit een situatie. Maar dit kan een illusie zijn. En het zal me niet verbazen als de zwaarde 8 dadelijk naar voren komt. Wat eigenlijk deze beide boodschappen inhoudt. Illusies maken dat je inderdaad vastzit in een situatie. En je gefrustreerd voelen. Universum, we mogen nog meer ontvangen. 8 tot en met 14. Ja, dank u wel. We hebben een caterpillar, een rups. Een hele mooie kaart. De dingen zullen niet altijd zijn zoals ze nu zijn. Blijf positief, want er komt verandering aan. Er zal een ketting van gebeurtenissen plaatsvinden. In eerste instantie kan het iets zijn waar je vast in voelt zitten of gefrustreerd over bent. Maar uiteindelijk zal er verandering komen. Wauw, nog een geldkaart met deze goudvis.
An increase in material wealth or spiritual growth. Dus ja, je materiële rijkdom kan zich uitbreiden als het ware, of spirituele groei. Voor sommigen van jullie komt er inderdaad een geldbedrag aan, of iets wat er ja, op wettelijk gebied vrij komt, geld wat vrij komt, en krijg je hier nog een soort advies in. Van iemand. We hebben het sterrenlichtorakel en daar komt de volgende boodschap uit. Het spijt me. Kwetsbaar. Eerder goed dan slecht. En ontwortelen. Voor deze komende week. En ik ga die boodschap er voor jullie bij nemen. Het spijt me. Ik ben benieuwd wat ja, de boodschap is van deze kaart. We leven in een verdeelde wereld. Wanneer we gekwetst worden en in de war zijn, neigen we er eerder toe alles als een aanval op onszelf te zien, dan als een gelegenheid om te helen. Als we ware vrede en harmonie willen ontdekken, moeten we ons niet langer defensief opstellen en de dingen niet als goed of slecht zien. We willen allemaal graag harmonieus leven en ook hier op aarde verlangen we ernaar. Daarom is het misschien ook zo pijnlijk als we het tegenovergestelde ervaren. Maar het is cruciaal om eraan te denken dat we niet aan de werkelijkheid voorbij kunnen gaan. En doen alsof er harmonie, liefde en vergevingsgezindheid is. Dat is een van de grootste uitdagingen voor sterrenlichten. Voor harmonie moeten we allereerst erkennen hoe wij en de wereld, persoonlijk, onze voorouders en het collectief, zijn verdeeld door schaduwbeelden, door haat, wonden, scheiding, strengheid, verkeerde dingen en verdriet. Misschien moet je eens onderzoeken hoe jij of je voorouders of de gemeenschap waarin je verkeert bewust of onbewust andere pijn hebt gedaan. Moet je een manier vinden om het schild om je hart te laten vallen en de dingen te zien zoals ze werkelijk voor alle mensen zijn. Om gemeend het spijt me te zeggen. En eerder een deel van het proces van helen te zijn dan de oude strijd of onderdrukking voor altijd te blijven voortzetten. Het gaat er niet om of je het verkeerd hebt gedaan, maar het gaat erom dat je het patroon dat is ontstaan verandert. Ja, dat hadden we in een vorige reading ook. Ik weet niet meer welke reading het precies was, de weekreading of de weekendreading. Maar dat had ook te maken met een bepaald patroon doorbreken. Misschien wil je tijd wijden aan zaken waarin je gelooft of helend werk doen voor wat je voorouders hebben gedaan. De zielenvraag die bij deze kaart hoort, op welke manier kun je je niet langer verdedigend opstellen en je losmaken van de fouten uit de wereld. Dus je niet langer verdedigend opstellen en je losmaken van de fouten uit het verleden. En ik las net wereld. De fouten uit het verleden. We hebben een koning van kelken. Schorpioen kreeft vissenenergie, onder het bedek liggen. Tweede keer dat ik de kaart zie. Maar de kaart die daaronder ligt kwam net ook naar voren tijdens het voorschudden. En dat is een koningin van staven, ram, leeuw, boogschutter energie. Je kunt een van deze sterrenbeelden hebben of je hebt te maken inderdaad met een persoon. We hebben hier dus een mannelijke energie, de vrouwelijke energie met de koningin van staven. En het kan ook zo zijn dat jij of een ander plaatsing heeft, een waterteken of een vuurteken. Het kan te maken hebben met familieleden of inderdaad met een relatie. De boodschap die we hier hebben liggen. Maar ik heb het gevoel dat er communicatie gaat komen. Of iemand is nog steeds iets aan het observeren, ergens over nadenken. Universum. Wat is de boodschap voor de komende week achter het 14 april 2024? Drie kaarten. Voor 8 tot en met 14. Ja, de kelken 7. Nou, de kaarten willen allemaal vallen. De kelken 7. Je opties overdenken. Maar we hadden hier die kaart van ben je zelf bewust van een bepaalde illusie? En dit kan iemand zijn die in een soort van droomwereld leeft. Op dit moment aan het denken is, aan het dagdromen is, maar ook ja, bepaalde illusies kan hebben met de kelken 7. Wat mogen we nog meer ontvangen? Dat kan een illusie zijn die je hebt over een situatie, een relatie die je hebt, of over een bepaalde persoon. Wat mogen we nog meer ontvangen? In ieder geval zijn er nog twee kaarten voor de komende week.
achter het 14 april 2024? Oeh, grote arcana kaart, de hoge priester. Stierenergie. We mogen nog meer ontvangen, universum, voor de komende week. 8 tot en met 14 april. 8 tot en met 14 april. Twee kaarten. Oeh, samen komt er nu de zware 10. En de keizer, ramenergie. Sterk stier, sterk ramenergie. En onder op het dek hebben we nog steeds die koning van kelken liggen. Schorpioen, kreeft, vissen. Dat is algemene energie. En dit is iemand die zijn emoties heel goed onder controle heeft. Dus we gaan kijken waarom deze kaart universum mee te beginnen als algemene energie ligt. En onder op het dek van de Golden Tarot hebben we de staven 9 die ook tijdens het voorschudden naar voren kwam. Dus iemand kan je benaderen en dit is iemand waar er een soort van verleden mee is. Iemand die je misschien niet helemaal vertrouwt. Je hebt je muur omhoog. Dit kan ook de energie zijn van degene waar je mee te maken hebt. Kan ook iemand zijn die zichzelf een beetje in een slachtofferrol zet. Blijft hangen in een soort van slachtofferrol. Maar ik heb het gevoel dat je benaderd wordt met het een of het ander. We hebben de kelken 4 eronder liggen en dat is iemand die kijkt de andere kant op. Universum, waarom ligt hier de koning van kelken? Waarom ligt hier de koning van kelken? We hebben hier dus die jongere man, maar de hoge priester en ook die keizer, dat kan staan voor iemand die wat ouder is. Vooral die keizer, dat is een vaderfiguur of een leidinggevende figuur. Baas. Ja, hier komt ze weer. De koningin van staven. Ram, leeuw, boogschutter energie. Oeh, en er liggen een hele hoop kaarten onder. Had ik niet gezien. We hebben maagd energie. Met de kluizenaar. Dus iemand is over je aan het denken. Ik heb het gevoel dat jullie in die koningin van staven energie zitten. Iemand denkt aan je. En is misschien ergens over aan het twijfelen met de pentakels 2. Probeert een keuze te maken ergens in. En we hebben de kelken 8. En we hebben de pentakels 5. De pentakels 5 is een kaart van negatief denken. Een kaart van in de kou voelen staan. Iemand heeft je achtergelaten. Een kaart van eenzaamheid of je niet goed genoeg voelen. Een gebrek. Het kan ook een gebrek zijn aan financiële middelen. Iemand heeft je in de steek gelaten. Iemand heeft zich teruggetrokken. Waarom ligt hier de kelken 7? De gematigheid, boogschutter energie. En ik zei het net al, het zal me niet verbazen als die zwaarde 8 naar voren komt. En dit is dus die kaart van feeling tied down and frustrated. Dit is de kaart gematigheid. Hele mooie kaart. Helende energie. Iemand die balans wil brengen. Maar even niet ziet hoe. Met de kelken 7 en de zwaarde 8 in het hoofd zitten. En weer die aarde energie. Stier, maag, steenbok. Dus we hebben sterk stier en maagd. Waarom ligt hier de hoge priester? Die kaart gematigheid, dat is inderdaad het rustig aandoen, geduldig zijn. Waarom ligt hier de hoge priester? Ja, ik heb het gevoel dat iemand ergens over aan het nadenken is. En dit kan zijn om dat iemand balans wil brengen in de situatie. Iemand wil zich misschien weer verzoenen met je. Iemand wil balans brengen door inderdaad misschien het gesprek aan te gaan. Water bij de wijn doen. Een soort van compromis.
Maar eerst nog aan het denken, hoe ga ik dit aanpakken? Wat zijn mijn opties? En dit kan ook jouw eigen energie zijn. Je wil dat er balans komt in een situatie. We hebben de kelke 3 voor de hoge priester. Nog een kaart voor de hoge priester. En de kelke 10. Oeh, dit is een huwelijk. Met de kelke 10 en de hoge priester. Dit is ook een uitnodiging of nieuws wat er binnenkomt. Maar met de kelke 3, dit is nieuws waar je vrolijk van wordt, blij van wordt, iets te vieren. En dat kan ook weer te maken hebben met een verzoening. En dan hebben we de staven 2. Met de kelke 5 onder op het dek. En dan hier die ketting aan gebeurtenissen. De beweging die daar plaats gaat vinden. In positieve zin. Iemand kan je ook in de steek hebben gelaten of je financieel benadeeld hebben. En daarna aan het denken is, hoe kan ik iets goed maken? En wil op een financiële manier iets goed maken. Aangezien we die kaarten hebben met de boot. Met een groei in je financiële situatie. Waarom ligt hier die zware 10? Het einde van een pijnlijke situatie of een pijnlijk einde. Een connectie die beëindigd is, een relatie die beëindigd is, waarbij je ook een gevoel hebt gehad. Ja, echt, iemand heeft je in de steek gelaten. Iemand heeft je figuurlijk in je rug gestoken met die zware 10. Waarom ligt hier de zware 10? Weer de kelke 7. Waarom ligt hier de zware 10? Die hoge priester wat we hier hebben liggen, dit kan ook iemand zijn die je dus een bepaald advies gaat geven. Dit is iemand die als een soort van mentor kan optreden. Maar dit kan dus ook staan voor het huwelijk, contracten, partnerschappen. En we hebben weer boogschutterenergie. Dus sterk maagd, stier en boogschutter. En ram. En er is iemand die wil actie ondernemen. Iemand wil zijn kelk aanbieden, maar weet nog niet precies hoe. Met die maan, maar er is iets, ja. Deze persoon waar het hier om gaat, wil echt balans brengen in een situatie. En er is ook balans nodig met de staven 10. Het kan zijn dat je alle lasten alleen op je schouders draagt. En iemand kan daar inderdaad een reden van zijn. Of iemand heeft je alleen gelaten met allerlei lasten en verantwoordelijkheden. Waarom ligt hier de keizer? En dit is ook iemand die heel strategisch is, die keizer. Iemand die de leiding, de controle gaat nemen. Iemand die zijn verantwoordelijkheid draagt. En dat heeft te maken met iemand achterlaten, in de kou laten staan. En daar spijt van hebben. Met de kelke 5. Schuldgevoelens.